Dag kijkers en luisteraars en welkom bij aflevering 142 van TBN Yipide. Het programma waar de grote hand de kleine hand helpt in de gemeenschap. Dankzij de volgende donateurs hebben wij een aantal gezinnen blij weten te maken. Onze dank gaat uit naar Julven Groep van de Quattaweg. En Julven Groep die heeft er pakken kippenbout en rijst gedoneerd. Onze dank gaat verder uit naar marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt en Vreedzaam Markt. De marktmeester die begrijpt het dat er heel wat gezinnen, heel wat personen nu niet meer in staat is om elke dag verse groente en fruit te kopen. Vandaar dat de marktmeester dan ook verse groenten en fruit heeft gedoneerd namens enkele marktventers van de Centrale Markt. Onze dank is heel erg groot. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw Monique die zakken rijst heeft gedoneerd. Mevrouw Monique, dank u wel voor uw donatie. En verder dank aan alle andere donateurs die op welke wijze dan ook hun bijdrage hebben geleverd aan aflevering 142. Want met uw donatie hebt u aantal gezinnen geholpen. Met uw donatie hebt u aantal gezinnen blij gemaakt. En daarvoor onze dank. Heel veel kijkplezier naar TBN Yipide. Mevrouw Gogli, u bent de moeder van Boyke Gogli. Mensen, we hebben op naam van de heer Boyke Gogli een enveloppe gehad van de mevrouw van de familie El Rambali. Maar we begrijpen van mevrouw Gogli dat haar zoon momenteel in het ziekenhuis ligt. Hoe lang al, mevrouw Gogli? Twee weken al. Ja. De vorige keer toen we kwamen was hij goed ziek. Ja, hij was ziek, ja. Oh. Maar gaat het nu beter met hem? Ja, nu gaat het wel beter. Okay. Zegt u aan hem dat we dan lang zijn geweest en wens hem dan beterschap namens ons. Maar hij krijgt van de familie El Rambali voor de heer Boyke Gogli een enveloppe met 800 SRD. Ja, en deze meneer zou op 7 september 80 jaar worden. 7 september 80 jaar. Ook een enveloppe namens deze familie. En van Julven Groep krijgt de familie Gogli een zak rijst van 10 kilo en ook een pak kippenbout. Wilde u wat zeggen aan de donateurs? Ja, heel hartelijk dank aan die donateurs en die meneer die 80 jaar is geworden. Heel hartelijk gefeliciteerd en God zegent hem. Hij krijgt een God zegen. En meneer Rambali, hij wordt ook bedankt voor zijn envelop. En voor hem ook God zegen. Ja. Van Julven? Ja, oké. Okay. Van Julven ook heel hartelijk dank. Hij heeft doneerd alles. God zal hem ook zegenen. En hij gaat dubbel en dwars krijgen. Ja. Mm-hmm. Dank u wel. Ja, dank u wel. Geen dank. Meneer Niamat Lerka Nadir Munir Alam. Ja. Larkak Janam Din Raha, 3 september, 6 jaar kebhal en Nadir Munir Alam rehe Amsterdam me. Ja, het kindje Nadir Munir Alam is op 3 september 6 jaar geworden. Ze woont in Amsterdam, Nederland en heeft op naam van de heer Niamat een enveloppe gestuurd. 300 SRD, meneer Niamat, alstublieft. Kus matibole larkake? Ja, larkak gebezen, ik zou best wel larkak naar de nekkamer. और परिवार को बढ़ाते रहे आगामी में सब कुछ दे फरावान नाम से पता है जब शुक्रिया मैंने नियामत ई मनेर जब 7 सितंबर के भल 80 यार या है इस वेल नीत जिंदा ना है वेच गुजर के बा मौकर एक्टगनोट कर पत्नी और लड़कन 7 september 80 jaar, op Gatpathuis, ik envelop met 200 SRD, alstublieft. Ja. Ter ere van mevrouw Dharamde Sukaran Singh Dukhi, indien in leven, zou zij op 3 september 60 jaar worden.
I envelop het huis, mevrouw Dharam D. Sukaran Singh Dukhike Larkan, Sushma en Priya Sukaran Singh, 250 SRD, alstublieft. Arijan Pakethe, Kepaboot en Reist, Ipat Huis Jules van Groep. Subdonateurske, Arkus Matibola? अब भाई जुल्फल ग्रुप के भी तेरा जितना दोना तो सबसे धन्यवाद बड़ी बड़ी धन्यवाद मैंने जो को तो नाम पे एक एनवलप आयल जो पर्सन एनवलप पठाल अपन नाम ना मांगे मदिल से पठाल अनोनिम फॉर द हेयर जो को एक एनवलप मेट 300 SRD, alstublieft. Ja. En namens de heer Parkas Sukhu, kinderen, schoonzoon, dochters en kleinkinderen, in verband met 1 jaar overlijden van mevrouw Widya Wanti Sukhu Sukraji. Mevrouw is overleden op 7 september 2020. Dus nogmaals, namens de heer Parkas Sukhu, kinderen, schoonzoon, dochters en kleinkinderen in verband met 1 jaar overlijden van mevrouw Vijay Wanti Sukhu Sukraji. Ik envelop, alstublieft. Kepabout, Archaur He Julfan Groepke en Gautam Dhanai, Markmeester, Centrale Markke, Abkhat Pathuis, Verse Groente, of fruit. Kus mate bole, donateurske? Ja, mevrouw Patal, he, ja, man, he. तो कमाए बरकत है के पर बहुत अच्छा छ तो कमाए बरकत है को बहुत पत्र चौ पत्र है भगवान तो शक्ति दे ताकत देगा और उम्र देवे तो कमाए हालते बरकत है भगवान तो के रक्षा करे बहुत धन्यवाद भाई आज जन गुरुंतु पताल जवान हो के बहुत धन्यवाद तो कमाए बरकत है अब पेट काट के अपनों के दिल है हो की कमाए बरकत है भगवान तो ख्याल करे अमंगत ही बोले फरबान हमें को कोई पता है तो मोरे भाई फरबान है वो भाई हमें को बोलना दस ना द डंकसेगिंग एन अल डोनेटर्स फ्रॉम मेनेर जोकु फ्राग मेनेर जोकु ऑफ इमांड फरबान फॉर हिम कैन डोनेरे वंट दैट स्केंट एरग स्कार्स टू सेन एंड दैट हीफ्ट ही ड्रिंगेंड नोडिग दिस फॉर मेंसे दी फरबान हैव एंड दैट कैन डोनेरे कैन ऑलवेज कांटेक्ट ऑपनेमे मेट स्टिक्टिंग यपीडे Ook meneer Jagru bezoeken wij, omdat meneer Jagru ook wat donaties heeft gehad. Meneer Jagru, door naampje, al ik envelop, een envelop met 500 SRD. Ja, aan de heer Jagru, 500 SRD, alsjeblieft. Ja. Our, die persoon, die heb het huis, John Palwaar, ik heb het huis. 7 september, ke, die meneer, hoe 80 jaar. Indien in leven, 7 september, 80 jaar, door het pathuis. Ik envelop met 200 SRD, alstublieft. John Chaurhe en Kepabout, die heet Jules van Groepke. En van Mark Meester, Gautam Dhanai, verse groenten en fruit op het pathuis. Donateurske, je paisa pathuis, je ander donatie pathuis. Kusmate bolle, meneer Jagroep. Pathuis is sponsor, hij. सबके बहुत धन्यवाद बोले लो भगवान बनाए रहे ऐसे गरीब जनतालों के ख्याल कर करें मैंने जो ग्रुप लात आलो डोनेटर्स फॉर वी है ओक वट हीफ्ट gehad फॉर हार्ट टू बडंकन एंड आई से इट आल रेस्ट एंड केप अबाउट दैट कम्स फ्रॉम जूल फ्रॉम ग्रुप ऑन द क्वाटरवेग En van de heer Gautam Dhanai, die weet dat heel wat personen, heel wat gezinnen niet dagelijks kunnen beschikken over verse groenten en fruit.
Laat hij nu ook groente en fruit sturen voor de mensen. En ook de heer Dhanai, Gautam Dhanai, zijn we dan ook heel erg dankbaar. En ook heeft meneer Jagroep wat enveloppes gehad. Ook van onze donateurs, die we heel erg dankbaar zijn. Bij aflevering 141 van TBN Yipide gedenken wij dan ook Atisha, omdat wij op naam van Atisha een enveloppe hebben gehad. De persoon wenst anoniem te blijven en het is nogmaals een anonieme donateur en voor Atisha een enveloppe met 300 SRD alstublieft. Ter ere van mevrouw Dharam D. Sukaran Singh Dukhi. Indien in leven zou zij op 3 september 60 jaar worden. En de donatie is namens de kinderen Sushma en Priya Sukaran Singh. Ter ere van mevrouw Dharam D. Sukaran Singh Dukhi. Deze mevrouw is overleden op 1-6-2021. Indien in leven zou ze op 3 september 60 jaar worden. Ter ere van de kinderen Sushma en Priya Sukaran Singh, 250 SRD voor Atisha. En deze meneer zou op 7 september 80 jaar worden. 7 september 80 jaar, 200 SRD Atisha, alsjeblieft. En de donatie daar, rijst en een pak kippenbout, dat is van de Julfen Groep van de Kwata. Kusmatebola Atisha, sabdonateurske. Dank je wel. Ja, dank je wel. Is goed, dank je hoor. Ja. Okay. Waar is mam naar werk gegaan? Ja. Ja, en wat doe jij? Niks. Familie Rangu krijgt er ook een van de pakketten van Julfen Groep, welke bestaat uit een zak rijst van 10 kilo en een pak kippenbout. Nogmaals, dat met de complimenten van Julfen Groep aan de Kwataweg. Op naam van familie Rangu is er een donatie van mevrouw A.S. uit Nederland. Ja, ik mevrouw, aplonk ik had het huis uit Nederland, mevrouw A.S., 500 SRD. Bedankt. Ja. Bedankt. En ter ere van mevrouw Dharam D. Sukaran Singh Dukhi, jab i mevrouw jinda rahat, tekar janam din rahat, 3 september ke, 60 jaar ke hoort mevrouw Dharam D. Sukaran Singh Dukhi, ook een larken, Sushma en Priya Sukaran Singh. Sushma en Priya Sukaran Singh, op gaat het huis, ik envelop met 250 SRD. Ik heb het niet gehad, ik heb het niet gehad. बहुत बीमार बाटी मैं वो लड़का है इंटरनेट में पोसा वो के हर महीना भरेला ही तो खाली बुढ़वा पैसा पावे कुछ ना पाएला हम कुछ ना पाएला ये तो लग के सबके धन्यवाद से कर दो नहीं पाए जाएगा व्हाट मेफ्रॉ रंगो मी हीफ्ट इज दैट सेन फेटे maandelijks moeten uitkomen met de AOV van meneer Rangu. Vandaar dat ze heel erg dankbaar is dat ze toch wat krijgt van donateurs. Ze heeft er ook nog een kind van 12 in het internaat, in het kinderthuis. En daar moet ze ook een maandelijkse bijdrage doen. En dat wordt ook betaald uit de AOV van deze meneer. En het weinige dat ze dan over hebben, daarmee proberen ze rond te komen, zei ze. Daarom is ze dankbaar dat ze wat donaties heeft gehad. En bij aankomst vertelde ze ons ook dat iemand haar gascilinder, gasbom heeft gestolen. Ja, dus als er iemand is die graag deze familie wil helpen aan een gascilinder, die kunnen dan contact opnemen via Stichting Yipide. Dit is gezin Radha met haar 4 kinderen.
Mevrouw Raadha, op uw naam is er een enveloppe gekomen. Door naampe, atolarkenke naampe, ik envelop aan. 3 september, Nadir Munir Alam. Ja, Nadir Munir Alam, ook al genam dienraha. Ze is 6 jaar geworden. Haar ilarka, Nadir Munir Alam, rege Amsterdam, Nederland mee. Door Kat Pathuis, Raadha en kinderen. Ik envelop met 500 SRD, alstublieft. En Chander Pirtipal Singh, ja, Chander Pirtipal Singh, meer bekend als de Cool Monteur, ja, de Cool Monteur, op het Pathuis, 300 SRD, alstublieft. John Reiste en Kippenboot, op het Huis Jules van Groep, Kwartawegke, ja. Kus mate bolle donateurske? Kus bolle reke larka? Nadir, ha, Nadir Munir Alam. Nadir. Nadir. Van hier uit wil ik alle donateurs hier hartelijk bedankt zeggen dat ze ons bedacht hebben, iets gegeven hebben. Ja. Wat hebben ze jullie dan willen? Wat hebben ze jullie? Kon je wel? Ja, Nadir. Van hier uit wil ik alle donateurs hier hartelijk bedanken dat ze toch naar eens hebben gedacht. Dit is Chander Pirtipal Singh. Dank u wel, meneer Chander Pirtipal Singh, voor uw envelop. Heel veel succes. Voor de heren jullie allemaal zegenen. Van hieruit wil ik de hele gemeenschap vragen, meneer Ganesh. Laat het gaan niet vragen. En wil je Julfa niet bedanken? Oh! Julfa Groep, nou? Julfa Groep, hartelijk bedankt voor je reis. Kippenboot. Ja, is goed, dank je wel. Dit is mevrouw Kodabaks en mevrouw Kodabaks krijgt ook een van de pakketten van Jules van Groep. Mevrouw Kodabaks, Jules van Groep, op het Pathuis, ik pak kippenbout en een zak rijs van 10 kilo. Dat is namens Jules van Groep. Haar marktmeester, centrale marktke, Gautam Dhanai, op het Pathuis, een tas met verse groenten of fruit. Janeki tarkari thora mahanga, groente is een beetje duur. En janina sab koi isait sab vitamina pai pawe, vanwege groente en fruit jon manina kin pawe. Vandaar dat u dan van de heer Gautam Dhanai, or Mark Venters, op het Pathuis een tas met verse groente en fruit. Ja, ik persoon jon anoniem mangerehi. Ja, anoniem mangerehi, op het Pathuis, ik envelop met 300 SRD. Or ik meneer in dien in leven, ja, je bjinder had die meneer, de zat daar in september, wel 80 jaar. Deze meneer, die dan die weilen is, hij is op 7 september 80 jaar geworden. Er ook er patnie, echtgenote, op het Pathuis, ik envelop met 200 SRD. Donateurs, kus mate bolle. Bahut badanka ka bahut shukriya ada karila ki je je hame envelope deisba aur je je paket de sabke bahut dhanbad us sabke upar wala aur tandursti debe aur sab palwar ke khushi rakhe aap log ke bhi jo mehnat kare laave hega bahut dhanbad. Ja, mevrouw Kodabaks laat de donateurs van wie ze enveloppen heeft gehad met inhoud, maar ook de heer Gautam Dhanai, de marktmeester, voor zijn groente en fruit bedanken. Maar ook Jules van Groep wordt bedankt door mevrouw Kodabaks en ook Stichting Jipide laat ze bedanken dat wij de donatie tot aan huis bij haar hebben bezorgd. Ook mevrouw Santokhi krijgt er een van de pakketten van Jules van Groep, welke bestaat uit een zak rijst van 10 kilo en ook nog een pak kippenbout van marktmeester Gautam Dhanai van de Centrale Markt. En Mark Venters krijgt mevrouw Santokhi
tarkari, groente en fruit. En dat is nogmaals namens marktmeester Gautam Dhanai. Ik, mevrouw, anoniem Mangerehi, mevrouw Santokhi, op het huis, ik envelop met 300 SRD, alstublieft. Or een heer, anoniem Mangerehi, Nederlandke, heer anoniem, Nederland, 250 SRD, alstublieft. Kusmate Bolle, donateurske. Ah, bhagwan banayro lukka ju janger, mooi sere, sukhi sere, bhagwan. Amar tagar patatam kabul. Bataye, ifa kabul tose, jane? Am is poitia jane ste tapsi aere bole ri. Dui dain gilli ma hamme na firi karis. Latar firi karis ki amar haddi patral. Na chalol pai, gir pari. Tam osa chaudiyas boli apan bitiwa se. Ki aere tam na chal pai lamre janamar haddi patral. Dat is de helft leeg. Dat is de helft leeg. Dat partij direct foto bana. Dat foto bana let wole patal he piti doro hiale. Wole kaise hoi dat erwa wole. Wole dawai deila wole. Wole bout na chalie. Wole rest karie wole side bhagwan chaheta. Jut jae. Waarop het neerkomt, sowieso laat mevrouw Santokhi, oma Santokhi, de donateurs, Jules van Groep, Gautam Dhanai en ook de overige donateurs voor hun enveloppes van harte bedanken. Toen we hier aankwamen, lag mevrouw Santokhi hier te slapen, omdat zij nu zwakjes is. Ze voelde niet zo lekker. En hoe komt dat? Nou, vanaf ze haar eerste COVID-spuitje heeft gehad, is ze al 2 keren gevallen. Ja, want ze voelde duizelig, ze voelde draaierig en ze is al 2 keren gevallen. En bij de laatste keer heeft ze een ernstige fractuur opgelopen. Dat heeft gemaakt dat ze helemaal in de spoedeisende hulp is beland. En dat is allemaal voor deze alleenwonende mevrouw toch heel erg zwaar. Want ze zegt ook naar het toilet gaan is heel erg moeilijk voor haar. Lopen gaat heel moeilijk, dus vandaar dat ze nu veel moet liggen, want de arts heeft ook aangegeven dat op zo'n hoge leeftijd het toch wel enige tijd zal duren voordat zo'n fractuur genezen is. Dus rust, ze heeft rustmedicijnen toegeschreven gehad en dat dient zij in te nemen. En dat maakt dat ze dan veel slaapt, zegt zij. We wensen mevrouw Santokhi heel veel beterschaps toe, mevrouw Santokhi. Dat ben ik heel erg. Dat vind ze dat ik het heb. Beterschap. Ja. Mevrouw Pokhi Anelle, op uw naam is er wat enveloppes op naam gekomen. En zo is dan op 3 september Nadir Munir Alam jarig geweest. Ze is 6 jaar geworden en ze woont in Amsterdam, Nederland. En ze heeft op uw naam, dus het kindje, Nadir Munir Alam, Amsterdam, Nederland, 6 jaar. Ze heeft op uw naam een enveloppe gestuurd aan Pokhi Anelle, 300 SRD, alstublieft. Verder krijgt u van een persoon die anoniem wenst te blijven. Ja, een persoon die anoniem wenst te blijven. Een enveloppe met 300 SRD, alstublieft. En anoniem Den Haag, Nederland voor u. Ja, anoniem Den Haag, Nederland. Een enveloppe met 200 SRD, alstublieft. U krijgt van mevrouw Monique. Ja, u krijgt van mevrouw Monique een zakreis van 10 kilo. Van Jules van Groep krijgt u een pak kippenbout. En u krijgt van de heer Gautam Dhanai, de marktmeester van de Centrale Markt, krijgt u verse groenten en fruit. Wilde u wat zeggen aan alle donateurs die aan u gedacht hebben, mevrouw Pokhi? Ik wil al die donateurs hartelijk dank zeggen. En ik wil dat ze ook nog niet, maar niet vergeten en dat ze altijd naar mij kan denken. Ja. Hartelijk dank en ook aan jullie ook hartelijk dank. De laatste keer dat we bij u waren, mevrouw Pokhi, zou u voor een ingreep
opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. We zien u dus thuis. Dat betekent alles is goed afgelopen. Ja, tot nu toe is alles afgelopen. Ik moet weer dinsdag, aanstaande dinsdag, weer naar de controle gaan. Maar verder gaat alles nu goed. Ik was voor 1 dag maar in het ziekenhuis geweest. Dank u wel. Let op jezelf. Ja? Is goed, dank u. Ook mevrouw Mina en kinderen, die hebben op naam van Nadir Munir Alam. Ilarka, 3 september, dit kind was op 3 september jarig, 6 jaar kebhuil. En Nadir Munir Alam, rege Amsterdam, Nederland mee. En aan mevrouw Mina en kinderen, 400 SAD, alstublieft. En familie DR, ja, familie DR. Dirk had het huis, ik envelop met 300 SAD, alstublieft. John Kippenbout, hoe heet Joel van Groepke? Ja, Kippenbout krijgt u van Joel van Groep. Reis van mevrouw Monique, ja. En omdat er u meer u kinderen hebt en zo, heeft u nog ook een extra zakreis, extra zak groente gehad. En op het huis, meneer Gautam Dhanai. En Mark Venters van de Centrale Markt. Kusmate Bolle, donateurske. Het hartelijk bedankt. En die kind is als mijn zoon ook hartelijk bedankt. En iedereen die me wat heeft gestuurd, hartelijk bedankt, meneer Ganesh. En ik ben ook ziek, meneer. Kijk, mijn voeten was ontstoken. Mm-hmm. Ik moet volgende week ben ik opgenomen naar het ziekenhuis. Mm-hmm. En mijn suiker is helemaal 32. Daarvoor ben ik, moet ik opgenomen worden voor 17. Nou, wie gaat op hun letten? Mijn tante. Okay. Mijn tante en hun poer daartoe gaat voor me opletten. Ik kan niets aan doen. Ik ben op bijna dokter, Gerbanda heeft me gezegd, ik ben bijna op verlam. Ja. Daarom doet deze mijn pensie, hoe het is. Ja, wat moet ik zeggen? Maar ik ga aan iedereen bedanken. Meneer Ganesh, ik wil je ook een hulp vragen voor schoolspullen. Ja, ja. We, niet alleen u, een heleboel mensen hebben ons intussen gevraagd. We beloven niet, we doen onze best om schoolspullen te vinden. Mm-hmm. Zodat we dan wat gezinnen kunnen helpen. Ja, dus houd u even geduld. Ja, ja. Ja, we hopen erop dat wij ook schoolspullen krijgen, zodat we dat kunnen doneren. Ja, dankjewel. Dankjewel, meneer Ganesh. Iedereen die me gestuurd, hartelijk bedankt. En God hem zegenen, meneer Ganesh. Op naam van meneer Lakshmi Narayan Sadhai, meer bekend als Masalaman. En de donatie is van Amina Brian Ramotar Singh. Amina Brian Ramotar Singh, Amsterdam, Nederlandse. Abghat Pathuis, meneer Lakshmi Narayan Sadhai, ik envelop in mijn paisa. Bele mooi ze gebruiken, Leo. Or Abghat Dik Pemper Pathuil, meneer Lokabi. Tja, Dik Pemper. Er is verder ook nog rijst. En de rijst is van mevrouw Monique, gedoneerd door mevrouw Monique. Kippenbout is gedoneerd door Joel van Groep. En er is ook nog verse groenten en fruit, gedoneerd door de heer Gautam Dhanai, de marktmeester van de Centrale Markt. Kusmate Bole, meneer Sadhai, John Abghat Pathuil in de Sauda Pani Arpaisa. Badhan Badhai, je Pathuil is ook hem. Sadhai. मालिक से भी नहीं करे लगे सदा सुखी रहे भैया और जो हमें खातिर लाभ है भी वो भी सुखी रहे भाई सब रक्षा करिए मालिक भगवान सबके देखे भाई का यंग हो रहा का बुढ़वा रहा सबके देखे En met deze beelden zijn we dan gekomen aan het eind van aflevering 142 van TBN Yippie Day.
Onze dank gaat uit naar de volgende donateurs. Jules van Groep van de Quatta, dank u wel voor uw pakken kippenboot en uw zakken rijst. Wij hebben daarmee heel wat gezinnen blij gemaakt. Onze dank gaat verder uit naar Mark Meester, Gautam Dhanai van de Centrale Markt en de Vreedzaam Markt, die verse groenten en fruit heeft gedoneerd. Verder gaat onze dank uit naar mevrouw Monique voor haar aantal zakken rijst, welke zij gedoneerd heeft. En verder dank aan alle overige donateurs die financiën, enveloppes met geld en of andere zaken hebben gedoneerd, waarmee wij dan weer onze donatieronde hebben kunnen doen. Wenst u in contact te treden met Stichting Jepide, dan kunt u bellen op de volgende telefoonnummers: 857-347, 857-347, op kantoor op 43-99-23, of 87-4x93. 87-4x93 of u loopt er langs aan de Kokobiakoweg nummer 48. U kunt uw donatie, uw financiële bijdrage ook doen via een van onze rekeningnummers die u in beeld krijgt. We hebben euro, SRD en US dollar rekening. Op uw eigen gemak, eigen tijd, kunt u dan uw financiële donatie doen en dat komt dan terecht bij allen die daartoe behoeftig zijn. Nogmaals dank aan alle donateurs die weer een aflevering hebben mogelijk gemaakt, want zonder uw bijdrage kunnen wij dit niet doen. Dank gaat uit naar cameraman Raj Mahangu, Sunny Rambali voor de editing. Ik ben Ganesh Vijay en zeg graag tot de volgende keer.